Hi, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video. Afgelopen dinsdag was er geen één. Ik had gewoon even een dagje vrij en ik had even geen inspiratie of puf om me te doen. En dat kan gebeuren, sorry daarvoor. Maar ik ben ook een mens gewoon. Uiteraard. En iedereen. En dat dus. Ondertussen... Sorry, ik heb net een hoestaanval gehad. Dus ik ben nog een beetje aan het herstellen. Ondertussen heb ik de nieuwe Catrice update ontvangen. Besteld eigenlijk. Ik heb niks ontvangen, gewoon zomaar. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Er staat hier naast me, dus af en toe grijp ik even... Is dat een beetje hoog, hè? Het is een beetje een raar ding. Nee, goed. Misschien moet ik de achterkant even zo. Ja. Af en toe grijp ik in de doos. Niet in mijn doos, maar in de doos. Om spullen eruit te halen. Wat mij opviel is dat ik echt gelijk heb besteld toen het online kwam bij de Boosie Shop. Echt gelijk. En nog heb ik niet alles. Blijkbaar was op de gewone website waren de dingen al te krijgen en uitverkocht voordat het in de app was. Maar goed, ik heb best een hoop hoor. Ik heb de nieuwe foundation. Ik heb de puffs. Ik heb de poeder. Straks komt alles nog uitgebreid in beeld. Ja, ik heb de lashes, maar die ga ik even niet gebruiken. Ik heb de spoelie-achtige dingen. Ik heb iets voor de wenkbrauwen. Ik heb twee mascara's. Ik heb twee oogschaduwsticks. Ik heb twee lippenpotloodachtige dingen. Zo. Ik heb de bronzing druppels. Ik heb een lippenstift en ik heb een eyeliner. Ja, de blush wilde ik hebben, die heb ik dus niet. Het wenkbrauwpotlood was er niet in mijn kleur. En ik heb de primers vergeten te bestellen. That's it. Dus, ik tover even een Catrice blush. Tevoorschijn. En dan gaan we beginnen. Die blush wil ik niet. Ja, dat krijg je dan weer, hè? Dat je denkt, die wil ik niet. Ik wil iets. Ja, nou, oké. Ik ga beginnen met de Skin Glaze Primer van Catrice. Ik probeer wel zoveel mogelijk Catrice te gebruiken. Deze is van de vorige update. Heel dun. Of het echt heel veel doet, vraag ik me af, maar... Zo. Sorry voor het blijven halen. Dan gaan we naar de Catrice Invisible Cover Foundation. Natural Matte.
16 Hour Comfortable Wear Found Hydrating. Een natuurlijke matte finish, licht gewicht, langhoudende formule met medium opbouwbare dekking. Niet komen er geen, dus verstop je poriën niet. En geef niet af. Met hyaluronsuur en aloe vera. Verdraagbaarheid bevestigd door de dermatoloog. En ik heb de kleur. Volgens mij 12 cool. 12C. Oh ja, dat staat hier. 012C. Zie je dat? 012C. Het ding. Ik heb graag een foundation met een glowy finish. Niet dat ik een glowy finish wil uiteindelijk. Maar ik heb een droge huid. Echt heel droog. Als ik dan een matte foundation doe en ik ga het ook nog poederen. Want ik wil graag droog. Ik hou niet van dit tacky gevoel de hele dag. Ik wil graag gewoon een droge huid hebben. Dan wordt het te droog om te zien ook. Dan ben ik een soort Sahara. Dus ik wil altijd iets glowies. En dan ga ik poederen. En dan krijg ik een natural matte of een soft matte finish. Dus ik ga in principe niet echt voor de natural matte. Maar we gaan het gewoon doen deze keer. Dit is de kleur. Dit is mijn foundation brush. Ik denk dat ik gewoon. Oh, die is echt een beetje te licht, denk ik hoor. Wat stipjes gaan zetten. Ja, even mijn vingers schoonmaken. Oh, de kleur is goed hoor. Het leek gewoon even heel wit. Nou ben ik ook wel heel wit hè, maar blank. Heel licht. Wat ik altijd fijn vind, is als ik met een foundation gelijk goed mijn onderogen kan doen. Zodat ik geen concealer hoef te gebruiken. Het ziet er inderdaad mat uit. Maar dit is zeg maar het eindresultaat wat ik zou willen hebben. Je kan hem inderdaad goed opbouwen hoor. Als ik zo een beetje tip, dan heb ik de meeste roodheden wel gehad. En dan denk ik natuurlijk altijd vooral aan deze grote plek hier. Maar dit ziet er inderdaad wel heel mooi uit. Goed. De puffs. Ik ga wel alvast mijn onderogen doen.
Ze zijn heel dun. Die hele kleine gebruik ik niet. Ik doe mijn onderogen wel met mijn Pat McGrath dingetje. Want dat vind ik gewoon met mijn 51-jarige onderogen de beste. Hij is heel zacht. Hij geeft fluffjes af. Ja, hij doet het goed in principe. Zou ik zeggen, het is mijn favoriet? Nee. Maar, oké. Dan gaan we de Holiday Skin 4-in-1 Luminizer gebruiken. Dit is de kleur 010 Catching Sun Rays. Het doet me een beetje denken aan deze. Illuminating Face Fluid to Contour, Bronze and Blush and Highlight the Face Areas. All in one step. Oké, okay. Nou, volgens mij hadden ze één kleur. Oh. Het ziet er redelijk donker uit. Ik gebruik deze van Elf. En dan kan ik met de kleine kan ik aanbrengen en dan kan ik met de grote blenden. Dat is eigenlijk het idee een beetje. Oké. Hij is wel wat donker hoor, jongens. Maar er gaat nog poeder overheen zometeen, hè? Oké. Okay. Nou, het is echt een contour. Nee, het is echt. Het is geen contour, wou ik zeggen. Het is echt een brons. De reden waarom ik het aanbracht en gelijk ging uitblenden, is omdat ik had gezien bij iemand dat het heel vlekkerig werd. En ik zou aanraden om het op deze manier te doen. Want het droogt redelijk snel op. Dus, kijk, nu ziet het er gewoon goed uit. Het is niet gevlekt. Nee, dit is wel oké hoor. Ja. Even gelijk de. Foundation van mijn lip afhalen. Nee, dit is echt wel oké. Oké. Dan gaan we de Bright and Blur powder doen. En ik hou. Even opzij zetten, die heb ik gehad. Van een roze poeder. Wat zegt het? De kleur 010 Soft Pink. Een blurring loose powder with brightening finish. Blurs imperfections for all skin tones. Dat zegt het. Het is niet zo'n groot potje. Ja, wat ik vind. Dit staat helemaal bol. Als je zo doet, hierop drukt. Dan komt aan de zijkant de poeder eruit. Hij zit, ik weet niet wat bij iedereen zo is, maar bij mij heel vol. Oh.
Hij is heel roze. Daar gaan we. Ik vind het een beetje eng. Ik hou van roze poeders, absoluut. Hij ruikt naar, ja, het doet mij denken aan schuimblokken. Ken je hem nog van vroeger? Nou, hij brengt niet zo roze aan als dat ik in eerste instantie dacht. Hij zet goed, hij maakt het goed droog voor het gevoel, zeg maar. Ik vind het potje echt super cute met dat roze zo. Hij blurt ook echt wel. Ja. Ik zie de bronze er doorheen. Hij maakt het niet heel droog voor het gezicht, zeg maar. Kijk, hier heb ik een hekel aan. Ik had jou vastgemaakt. Zo. Hij maakt het niet heel droog voor, daar waren we gebleven, voor het gezicht. Ja. Oké. Ik ga eerst even een beetje blush aanbrengen. Dat doe ik met deze Airbrush. Is een matte blush trouwens. Zo. Mijn Maxim More spray. Deze. Om het poederige effect af te halen. Lekker nat. Zo. Dan nemen we de Brow Sleek van Catrice. Een styling wax for shaping and fixing the eyebrows. With double-ended brush for individual styling. Oké. Het is dus een brow wax. Dit. Zo ziet hij eruit, zo. Volgens mij heeft Elf dit ook. Maar goed. Ik heb hele dunne flimsy. Ik weet het Nederlandse woord niet. Heel zacht, heel dun, heel... wenkbrauwharen. Dus ik heb eigenlijk ook nooit echt een styling gel nodig. Want die van mij gaan sowieso nergens heen. En die vallen niet, zeg maar, uit het gereel gedurende de dag. Als ik ze gewoon zo gekamd heb, blijven ze gewoon zo staan. Er zit geen mening in mijn wenkbrauwen. Hier heb ik ook echt wel wenkbrauwhouder, alleen heel licht, beetje doorzichtig. Oké, nu staan ze een beetje overeind en dan gaan we ze een beetje
gekomen. Ja, nou oké. Ja, het is een wenkbrauwgel, wax, iets. Ik weet het niet. Ik kan er niet zoveel van zeggen. Het is niet mijn product. Het is ook niet... Hoe zal ik het zeggen? Het is een minst favoriet onderdeel van mij, van mijn make-up. Ik heb niet zoveel met wenkbrauwen. Even kijken naar die spoelies die ik eigenlijk gewoon gekocht heb omdat ze erbij horen. En niet omdat ik nou zo graag een nieuwe spoelies wilde hebben. Het zijn er drie. Dit is een kammetje. En dan... Dit is met een bolling. En deze is... Zo plat. Nee, deze is rond. Deze is gewoon rond. Ja. Nou, ik zou niet weten waar ik dit voor moet gebruiken nu. Dus ik leg ze neer en als er iets zich voordoet, dan heb ik een rode en een roze stick. Eyeshadow stick. Die wil ik wel gebruiken. Oh, nu komt dat kleine dingetje van pas, want dan kan ik even zo aan mijn oog. Ja, zonder te proberen ga ik voor de rode. Ja. En dan neem ik een grote fluffy kwast en dan ga ik even een beetje de randen blenden. Het blendt goed, vind ik. Iets hoger doen. Met overhangende oogleden is altijd een beetje vinden hoe hoog je moet gaan. Kijk, als ik gewoon zo kijk, dan moet het wel te zien zijn. Dus ik moet even... Het is altijd even een beetje passen meten. Het is een hele mooie kleur, hele mooie kleur. Ja, ik weet niet wat voor kleur het wordt. Niet echt rood. Ik zou het niet aan de onderkant van je ogen doen. Ja, nou, voor mijn One and Done Shadow. Dit is de rode. En dit is de roze. Ik ben niet helemaal tevreden over dit oog. Dat heb ik wel vaker. Dat is mijn slechte oog. Ja, ik vind ze prima. Het blendt goed uit, vind ik. Maak je er een hele mooie ooglook mee? Nou, het is gewoon een dagelijks lookje. Het is gewoon een dagelijks kleurtje op je ogen. Niks mis mee. Ja, nou dat dus. Ik heel even met mijn afgebroken
wenkbrauw een beetje bijkleuren. Wenkbrauw potlood, wou ik zeggen. Zo. Dan gaan we even de mascara doen. Ik heb de Glam & Doll Endless Lash Mascara. Ik hou er niet zo van. Ik hou niet van die siliconen borsteltjes. Dan doen we zo meteen nog een coat. In eerste instantie heel natuurlijk. Dan hebben ze zo'n dual-ended. En die gaan we natuurlijk ook proberen. En dan begin ik met de volumekant. Dit is de Perfect Duo mascara. Dus dan begin ik met de volumekant. Dat is deze. Dat deed ik zo. Deze borstel is dan weer gelijk. Heel lang en wel harig, zeg maar. Oké. Nou. Moi. Dan gaan we die andere nog een keer doen. Ondanks dat ik niet van siliconen borsteltjes haal, vind ik het borsteltje op zich wel fijn. Het is een stevig, maar niet pijnlijk borsteltje. Ja, wat zal ik hiervan zeggen? Het is een natuurlijke everyday mascara. Het is nou niet zo dat ik denk woehoe. En dan gaan we aan de andere kant de lengtekant. Dat is wel een siliconen borsteltje. Zie je verschil? Ik vind de Glam & Doll wat natuurlijker. Even kijken hoe makkelijk het wegveegt. Ja, redelijk, redelijk. Ik ben niet onder de indruk van allebei niet, eigenlijk. Ken je dat? Goed, dan heb ik
twee van die lippotloden. Die van een collectie geleden of die collectie daarvoor zelfs. Dat zijn echt wel favorieten geworden. En dit zijn de Creamy Nude Lip Pen. En dit is de kleur 10 Mocha Me Happy. En die ziet er zo uit. En dan heb ik de kleur 020 Daytime Nude. En die ziet er zo uit. Die is een beetje peachy. Dan heb ik ook de Color and Care. Oh, Care in Colors Lip Balm. En ik heb de kleur 060 Half Baked Cookies with Shea Butter. Dat zijn deze. En die ziet er zo uit. Die geeft heel weinig kleur. Heel weinig. Heel weinig. Ik ga met de 010 Mocha Me Happy even lijnen. En dan met de Daytime Nude ga ik het inkleuren. Mooie combinatie hoor. Ze zijn iets minder. En die anderen waren mat. Deze. De Intense Mat Lip Pen. Deze zijn echt wel creamy. En ik dacht, dan doe ik de lipbalm eroverheen voor een beetje extra shine. Gek genoeg is deze oogkleur ook een beetje in dezelfde tint. Ik heb alleen de rode ooglijnen niet gebruikt. Dat gaan we nu ook niet meer doen, want dat is gewoon niet nodig. Ja, ik zou die rode oogkleur echt niet op de onderkant doen. Dan krijg je echt hel ogen. Dit voelt heel goed. Ik vind de kleur heel mooi. Ah, oké. Wat vond ik ervan? Ik vind de foundation verbazingwekkend mooi. Echt een natural matte. Ja. Wat voor mij, zeg maar, ik kan die roze wel even hier doen. Ja, die roze geeft niet heel veel pigment af. Geeft niet heel veel kleur af. De foundation. Ja. 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 Vind hem heel mooi. Dan hadden we de poeder. De Blur, Bright and Blur. Ja, ik vind hem heel fijn. Hij zet goed. Hij droogt goed. Hij blurt ook echt wel een beetje. Ik zie mijn poriën echt beperkt. Terwijl ik daar geen product voor had opgebracht. De Holiday Skin Luminizer. Ja, als bronzer vind ik hem oké. Okay, maar als je hem aanbrengt, gelijk die kant uit blenden. En zo overal. Niet eerst aanbrengen en dan gaan blenden. Dan wordt hij vlekkerig. Wat hadden we nog meer? Oh ja, de puffs. Ja, weet ik niet.
Ze voelen kwalitatief niet onwijs goed. Ik heb liever die van de Boozy Shop. Maar goed, ik ga ze wel gewoon gebruiken. De Brow Sleek. Gewoon niet mijn product. Heb jij hele eigenwijze wenkbrauwen en werkt het voor jou? Doet het iets voor jou? Laat het dan even weten in de comments. Weet je, ik kan hiervan zeggen, ja, het werkt prima. Maar ik heb hele meningloze wenkbrauwen. Die zitten gewoon zo. En die zitten gewoon zo. Die zitten van zichzelf al zo. Dus het zijn hele, ik heb hele dunne wenkbrauwhaartjes. Nou, goed. De eyeshadow pens. Ja, nou ja, gewoon. Ja. Prima. Maar bijzonder, nee. De mascara's. Bijzonder, nee. Nee. Gewoon. Een beetje zo. De lippen. De dikke lippennen, ja, die vind ik altijd prettig. En de kleuren zijn heel mooi, maar dat ligt natuurlijk niet aan het product. Ze voelen echt heel creamy en zo. En dan de lipbalm, ja, die heeft weinig pigment. Maar het voelt verder prima. Dan is dit de look. Ik ga nog op zoek naar de blush. En ik heb bedacht dat ik ook de primers nog ga bestellen. Maar goed, dat komt dan de volgende keer. Volgens mij komt binnenkort de Essence collectie. En dan gaan we dat doen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!